Oké, okay, hallo everyone. Hallo allemaal. Last week we had the privilege to meet again after 1.5 years, the German group. De Duitse groep had het voorrecht om vorige week voor het eerst sinds 1.5 jaar weer bij elkaar te komen. And I was reminded how it is to have classes live and not via Zoom, live in person. En we mochten er weer even aan proeven hoe het was om samen met elkaar te zijn, fysiek en niet digitaal via Zoom. And I must really say, I miss the meetings in person. En het was echt goed en ik heb het echt gemist, die the fysieke bijeenkomsten. Seeing each other. Het samen zijn, elkaar weer zien. But also the classes are completely different than when you do them online. Ook de lessen en de klassen zijn heel erg anders als je ze online doet. So I wish we could meet in person. So ik had gehoopt dat we persoonlijk elkaar hadden kunnen But ontmoeten. I'm happy that there is Zoom. Maar ik ben toch ook wel blij dat er Zoom is. And that in times like these we can have meetings. En dat in tijden zoals deze we toch ook nog bijeenkomsten kunnen hebben. So I personally like to be very interactive in the classes I give. Normaal gesproken wil ik eigenlijk altijd wel heel erg interactief zijn in de klassen die ik geef. So don't be too far off the computer or your device. Dus wees niet te ver weg van je computer of je apparaat. I'll be asking questions. Ik zal vragen stellen. And I will keep an eye on your answers in the chat. En ik zal de chat in de gaten houden voor jullie antwoorden. But before I start now, I would like to have a silent word of prayer. Maar voordat we starten, zal ik beginnen met een stil gebed. Amen. I start with a question. Ik zal met een vraag beginnen. My question is, as a Christian. En mijn vraag is, als Christen, als een Adventist. As a member of the Present Truth Movement. Als een deel. What is my main goal in life? Als deelnemer van deze beweging, wat is uw doel in het leven? So you can answer in the chat, you have to write. Je kunt het in de chat schrijven, als u dat wilt. So someone says to be part of the 144,000. Dus iemand zegt om deel van de 144.000 te zijn. Bring others to into the fold, I would suggest. What anderen else? Anderen zeggen om anderen bij de to help beweging as many te brengen. People as possible. Om zoveel mogelijk mensen te helpen. To reflect his character, to understand the message and help harvest. Zijn karakter te reflecteren. Trust and obey. Vertrouwen en geloven. To be changed. Veranderd te worden. There it is. To have eternal life. Om het eeuwig leven te hebben. Dat is degene. So, good answers. The one I was looking for. Het zijn allemaal goede antwoorden. Maar degene waar ik naar op zoek was. What isn't it all our goal to go to heaven? Is het niet het doel van ons allemaal om naar de hemel te gaan? To go from this earth to the new earth. Om van deze aarde naar de nieuwe aarde te gaan. And have eternal life. En het eeuwig leven te hebben. So I don't know if you remember the classes of the school in Portugal 2020. Ik weet niet of u het allemaal nog kunt herinneren. De klassen die we hadden in de school in Portugal in 2020. But at that school, my thinking about heaven changed.
Op die school, tijdens die lessen, is mijn denken over de hemel veranderd. It's Parminder's fault. En dat is allemaal Parminder's schuld. Because he's teaching us through parable method. Hij onderwijst ons door gelijkenissen. How heaven will be like. Over hoe de hemel eruit zal zien. And as Christians, of course we want to go to heaven. Als christenen willen we uiteraard naar de hemel. But as we get to know how heaven is. Maar hoe meer we over de hemel te weten komen. If some of us would be true to ourselves. Als sommige van ons eerlijk tegen onszelf zijn. Some of us would say, if that's how heaven is like. En dan zeggen sommigen wellicht, als dat is wat de hemel is. I don't want to go. Dan wil ik er niet zijn. But no one would really say that, right? Maar niemand zal dat werkelijk zeggen, toch? So what's the solution? Dus wat is dan de oplossing? Instead of saying, I don't want to go to heaven. In plaats van te zeggen, ik wil niet naar de hemel. You just change the way how heaven is. Dan verander je gewoon de And keep dan the verander traditional, je beeld. Understanding we had about heaven. Dan verander je beeld van wat de hemel is en hou je vast aan het traditionele beeld, het oorspronkelijke beeld van de hemel. So I hope we all want to go to heaven still. Ik hoop dat iedereen nog steeds naar de hemel wil. Despite the development of the message the last 2 years. Ook al heeft de boodschap zich nogal ontwikkeld in de afgelopen jaren. And in the 2 presentations I will have. In de komende 2 presentaties die ik nu in deze campmeeting zal hebben. I want to address how we get to go to heaven. Zal ik bespreken hoe we in de hemel kunnen komen. So I will draw heaven on this board now. And I'll just make it as this cloud. Ik zal het beschrijven als een wolk. That's heaven. Dat is de hemel. And we are down here. En wij zijn hier. And we want to go up beneden. To heaven. En wij willen naar boven, naar de hemel. What do we need in order to get to heaven? Wat is er nodig voor ons om naar de hemel te gaan? So you can answer again in the chat. Je kunt het weer in de What does this person need in order to go to heaven? Wat heeft deze persoon nodig om in de hemel te komen? And I want to give a little hint. Ik zal een tipje geven. There are several steps. Er zijn een aantal stappen. Tonight or this morning, depending on your time zone. Vanavond of deze ochtend, ligt eraan welke tijdzone je begeeft. I want to trace the steps. Ik zal de stappen opschrijven. So heaven is where we want to go. What's the primary thing we need? De hemel is het doel. Some say a sanctified character. Wat hebben we daarvoor nodig om daar te komen? Sommigen zeggen een geheiligd to karakter. Live the life and character of Christ. Het leven van Jezus te leven en het karakter van Christus. Meet the standards. A passport. Two words. 2 woorden. Good. Yeah, we need to want to go. A new body, a plan. We moeten willen, een nieuw lichaam. No sin. We hebben een plan nodig, geen zonde. So what's the standard Adventist understanding? What do we need for heaven, to go to heaven? Wat is het standaard antwoord, het standaard Adventistische antwoord voor wat we nodig hebben om naar de hemel te kunnen? To love how heaven is, to know God. Om God te kennen. 7 steps of salvation. 7 yeah, stappen. It's not really what I want to see. Naar de redding. I gave a set of notes to the translators. Ik heb een aantal citaten gegeven aan de vertalers. We will turn to those.
Daar wil ik nu naartoe gaan. So we'll go to the first quote, which comes from Christ Object Lessons. We gaan naar het eerste citaat. Dat is uit Christ Object Lessons. Page 332, paragraph 3. Dat is het boek Lessen uit het leven van alle dag. In de Engelse 332, paragraaf 3. Christ Object Lessons, page 332, paragraph 3. Christ Object Lessons, paragraaf 300. Of pagina 332, paragraaf 3. It says there, a character formed according to divine likeness is the only treasure we can take from this world to the next. Een karakter gevormd naar de goddelijke gelijkenis is de enige schat die wij kunnen meenemen van deze wereld naar de volgende. Those who are under the instruction of Christ in this world will take every divine attainment with them to the heavenly mansions. Zij die in deze wereld onder het onderricht van Christus staan, zullen elke goddelijke verworvenheid met zich meenemen naar de hemelse gewesten. And in heaven we are continually to improve. En in de hemel moeten wij ons voortdurend verbeteren. How important then is the development of character in this life? Hoe belangrijk is dan de ontwikkeling van het karakter in dit leven? So, what do we need in order to go to heaven? Dus wat is er voor nodig om in de hemel te komen? I don't know if the chat is open to everyone again. So, in order to get to heaven, if the only thing we take with us to heaven, als het enige is wat we mee naar de hemel nemen, is our character, als dat het karakter is, then what should we focus on? Dan waar moeten we ons dan nu op focussen? It's our character. Het is ons karakter. So, our character is our a correct character is needed for us to go to heaven. Een correct karakter is voor ons nodig om naar de hemel te gaan. And in order to have the correct character, en om het goede karakter te hebben, we need to ask ourselves. Is our character okay at the moment? Dan moeten we ons vragen, is ons karakter op dit moment in orde? Normally we would say no. Normaal gesproken zouden we zeggen nee. So we know that we need to have a character change. Dus dan betekent het dat we een verandering van karakter nodig hebben. So, and when we receive this new character, what do we call this? En als we dit nieuwe karakter zien. Hoe noemen we dat dan? What does Christ promise us that he will give us in the Bible and also NY talks a lot about it? Wat belooft Christus ons? En ook Ellen White spreekt daarover. The Bible says, Christ says that he wants to give us what? De Bijbel en Christus, ze vertellen ons, ze willen ons iets geven. Wat is dat? A new heart. Een nieuw hart. So in order to get to heaven, we need to have a new heart. Dus voor ons om in de hemel te kunnen komen, is het noodzakelijk dat we een nieuw hart krijgen. En een nieuw hart te kunnen ontvangen, we need to have a character change. Hebben wij een verandering van karakter nodig. We want to go to heaven. Als je naar de hemel wil. We need a new heart. Dan heb je een nieuw hart nodig. And in order to receive a new heart. En om een nieuw we need hart, to have a change of character. En om een nieuw hart te kunnen ontvangen,
heb je een verandering van karakter nodig. So, before we ask ourselves now the next question. Dus voordat we ons de volgende vraag stellen. We could also ask ourselves what should be the next question. Of de vraag die we ons eigenlijk zouden moeten stellen is. Wat is eigenlijk de volgende vraag? Be, how do I change my character? De volgende vraag zou dan moeten zijn. Hoe verander ik mijn karakter? But before we go to that question. Maar voordat we naar die vraag gaan. I want to focus a little bit about this new heart. Wil ik eerst nog eventjes focussen op dat nieuwe hart. But this we will read another Ellen White quote. Hiervoor zullen we een nieuw citaat van Ellen White lezen. Comes from messages to young people. Dat komt uit messages to young Page people. Page 71. Pagina 71. Paragraph 1 to 3. Paragraaf 1 tot en met 3. Actually, boodschappen aan it's jonge more. Mensen. I'm not sure if you will read everything. 71, 72. So in paragraph 1. In de eerste paragraaf. On page 71 in Messages to Young People. Pagina 71 in het boek Boodschappen aan Jonge Mensen. Engelse we have editie. The Bible verse quoted. Dan wordt de Bijbel geciteerd. Where it says, a new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I'll take away the stony heart out of your flesh. And I will give you a heart of flesh. En het Bijbelvers wordt daar geciteerd. Ook zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest zal ik in u leggen. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een hart van vlees geven. So the question is though now, what is this new heart? Dus de vraag is dan, wat is dit nieuwe hart? Let's read paragraph 2. Paragraaf 2. Many who speak to others of the need of a new heart do not themselves know what it meant by these words. What is meant by these words? Velen die tot anderen spreken over de noodzaak van een nieuw hart weten zelf niet wat met deze woorden bedoeld wordt. The youth especially stumbles over this phrase, a new heart. Vooral de jeugd struikelt over deze uitdrukking, een nieuw hart. They do not know what it means. Ze weten niet wat het betekent. And my suggestion is, neither do we. En ik stel voor dat ook wij dat niet begrijpen. So we should, since the latest 2017. Ook al zouden we dat wel moeten weten, sinds 2017. They look for a special change to take place in their feelings. Ze zoeken naar een speciale verandering in hun gevoelens. And this they term conversion. Dit noemen zij dan bekering. Over this era, thousands have stumbled to ruin, not understanding the expression, ye must be born again. Over deze dwaling zijn duizenden gestruikeld tot in de ondergang, omdat zij de uitdrukking niet begrepen. Gij moet wederom geboren worden. So Ellen White is addressing here a problem. Ellen White beschrijft hier een probleem. That people do not know what it means to have a new heart. Dat mensen niet begrijpen wat het is om een nieuw hart te ontvangen. What do people think? How can you tell that you have a new heart? Wat denken mensen over het algemeen? Als het gaat om het krijgen van een nieuw hart. So when you have a new heart. Een nieuw hart. How do they base that understanding that they have this new heart? So the quote gives us the answer. Het citaat geeft ons het antwoord.
Thank you. The chat is open again. That's good. So this new heart, in the quote, what do they say this new heart is based upon? Wat zeggen de mensen over wat dat nieuwe hart, hoe dat nieuwe hart eruit ziet? Waar is dat feelings. Op gebaseerd? Het is gebaseerd op gevoelens. Now comes the test question. Nu komt er een vraag. Feelings, are they your upper or your lower nature? Je gevoelens. Is dat je hogere of je lagere natuur? So it's lower nature. Het is de lagere natuur. So if we are if we're familiar with the study of the nature of man. Als je bekend bent met de studie. We should already know that something is off here. De natuur van de mens, dan weet je al dat hier iets niet klopt. In order to get to heaven, om in de hemel te kunnen komen, a new heart. Hebben we een nieuw hart nodig. But people think, maar mensen denken, that a new heart denken dat een nieuw is based hart upon feelings. Gebaseerd is op gevoelens. Paragraph 3 in the quote. Paragraaf 3 van het citaat. Satan leads people to think that because they have felt the rapture feeling, they are converted. Satan laat mensen denken dat zij, omdat zij een verrukking van het gevoel hebben gevoeld, bekeerd zijn. But their experience does not change. Maar hun ervaring verandert niet. Their actions are the same as before. Hun daden zijn dezelfde als voorheen. Their lives show no good fruit. Hun leven vertoont geen goede vruchten. They pray often and long. Ze bidden vaak en lang. And are constantly referring to the feelings they had at such and such a time. En verwijzen voortdurend naar de gevoelens die zij op een bepaald moment hadden. But they do not live the new life. Maar ze leven het nieuwe leven niet. They are deceived. Ze zijn misleid. Their experience goes no deeper than feeling. Hun ervaring gaat niet dieper dan het gevoel. They build upon the sand and when adverse winds come, their house is swept away. Ze bouwen op het zand en als er tegenwind komt, wordt hun huis weggevaagd. So, because people are thinking a new heart means to feel it. Mensen dus denken dat een nieuw hart gevoelens zijn. Dat moet ik voelen. What happens now to other people who are seeing this heart? Toen had ik een slechte verbinding. Of ik heb niet verstaan wat ze zei. So I repeat that sentence. It seems to be that I had an internet problem. So these people who claim to have this new heart because of their feelings. De mensen die beweren dat ze een nieuw hart hadden vanwege hun gevoelens. What happens to other people around those people? Wat gebeurt er dan met de mensen om hun heen? Paragraph 4. Paragraaf 4. Many poor souls are groping in darkness, looking for the feelings which others say they have had in their experience. Vele arme zielen tasten in het duister, zoekend naar de gevoelens die anderen in hun ervaring zeggen te hebben gehad. So now it's not just a problem of the person who wants to go to heaven. Nu is het dus niet alleen het probleem van die persoon die naar de hemel wil. That this person doesn't understand what a new heart is. De persoon begrijpt niet wat een nieuw hart is. But this person is also a bad example. Maar deze persoon is ook een. And keeps others in darkness. Een slecht voorbeeld, omdat hij andere personen in duisternis houdt. So now Ellen White clarifies what a new heart means. En nu verduidelijkt Ellen White wat een nieuw hart in werkelijkheid is. This is wrong. Dit is verkeerd. Lower nature or lower powers.
De lagere natuur, de lagere krachten. So Elma tells us what a new heart is. Ellen White vertelt ons wat een nieuw hart is. On page 72, paragraph 1, same quote. Pagina 72, paragraaf 1. When Jesus speaks of the new heart. Wanneer Jezus over het nieuwe hart spreekt. He means the mind, the life, the whole being. Dan bedoelt hij het verstand, het leven, het gehele wezen. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world and fasten them upon Christ. Een verandering van het hart betekent de genegenheden van de wereld terugtrekken en ze op Christus vestigen. And now I suggest Ellen White explains what Christ means when he talks about this new heart. En nu legt Ellen White uit wat Christus bedoelt wanneer hij over het nieuwe hart spreekt. So Christ says a new heart means. Christus zegt een nieuw hart betekent. The mind, the life, the whole being. Het verstand, het leven, het gehele wezen. And what does Ellen White say now? En wat zegt Ellen White? She says to have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. Zij zegt, een nieuw hart hebben is een nieuw verstand hebben, nieuwe doeleinden, nieuwe motieven. I hope we can see that little repeat and enlarge here. Ik hoop dat we hier een herhaling, so, een verdieping kunnen zien. So, what does Ellen White tell us what a new heart looks like? Dus wat, hoe ziet een nieuw hart eruit? A new heart is... Een nieuw hart is... Is a new mind. Is een nieuw verstand. I don't want to say it wrong. A new mind, new purposes. Nieuwe doeleinden. And new motives. En nieuwe motieven. Now I'm asking you. Nu vraag ik u. What part of the nature of man is that? Welk deel van de natuur van de mens is dat? Where's the mind? Where are motives? Waar is het verstand? Waar zijn de motieven? Yeah, it's higher nature. Ja, het is de hogere natuur. So we can see here what the problem is. Dus we kunnen hier zien wat het probleem is. People who do not understand what a new heart is. Mensen die niet begrijpen wat een nieuw hart is. What don't they really understand? Welk onderwerp begrijpen ze dan in werkelijkheid niet? What subject are people misunderstanding if they don't understand what a new heart is? Welk onderwerp begrijpen ze in werkelijkheid niet als ze niet begrijpen wat een nieuw hart is? The nature of man. De natuur van de mens. So, since we have that established. Nu we dat hebben bevestigd. Let's go back to our character change. Laten we nu dan naar de verandering van het karakter gaan. So we have this little person here. We hebben deze kleine persoon hier. And this person wants to go to heaven. Deze persoon wil naar de hemel. We understand that the only thing we can take with us to heaven is our character. En hij begrijpt dat het enige wat hij naar de hemel kan meenemen is het karakter. And God tells us that we need a new heart. En God vertelt ons dat we een nieuw hart nodig hebben. A new heart is needed to enter heaven. Een nieuw hart is nodig om de hemel binnen te komen. And Ellen White tells us. En Ellen White vertelt ons. A new heart is a new mind, a new purposes, new motives. Een nieuw hart is een nieuw verstand, nieuwe doeleinden, nieuwe motieven. What is the sign of a new heart? Wat is het teken van een nieuw hart? A changed life. Een veranderd leven. So the sign is a changed life.
teken is een leven dat veranderd is. What the difference is. Het verschil alleen is. If you just have a changed feeling. Tussen als je alleen een. Or if you have a changed life. Een verschil tussen de verandering van gevoelens of verandering van een leven. People who do not understand what it means to have a new heart. Mensen die niet begrijpen wat het is om een nieuw hart te hebben. Will base their faith upon feelings. Zullen hun geloof baseren op gevoelens baseren. But what are feelings like? Maar how do they work? Hoe werken gevoelens? They changeable. Ze zijn erg veranderlijk. They come and go like waves. Ze gaan op en neer als golven. And an opposite. Tegenovergestelde. If you understand what it means to have a new heart. Als je begrijpt wat het is om een nieuw hart te hebben. And that it's connected with these things. En je weet dat het dan verbonden is met deze zaken. The sign will not be changed feelings. Dan is het teken niet verandering in gevoelens. But a changed life. Maar een verandering in het leven. Now I'm asking you. En nu vraag ik u. It's not in my notes, so it is a detour. Is dat niet in mijn notities? Is het een kleine omweg? When your life changes. Wanneer uw leven verandert. How comfortable is that? Hoe aangenaam is dat? Hoe comfortabel is dat? So I get that that sometimes life changes can be nice and positive. Ik begrijp dat soms een verandering in het leven kan best leuk zijn, positief zijn. But a change. What's another word for a change? Wat is een ander woord voor verandering? How about a turning point? Een ander woord zou kunnen zijn een keerpunt. And what does Ellen White say? Happen at turning points. En wat zegt Ellen White? Wat gebeurt er at keerpunten? What happens at turning points? Wat gebeurt er op keerpunten? She speaks about the church, external and internal events, but let's talk about the personal. Ze spreekt over de kerk. Intern en extern, maar laten we het over persoonlijke houden. Turning points are crisis. Keerpunt is een crisis. And what is given at this crisis? En wat wordt er op zo'n moment in een crisis gegeven? Light. Licht. Light is given in that crisis. Licht. Er wordt op zo'n moment in een crisis wordt er licht gegeven. And you can accept it. Je kunt dat licht accepteren. And you can have progress in your journey. En je kunt progressie boeken in je reis. Or you can reject it. Of je kunt het verwerpen. And what follows when you reject the light? En wat gebeurt er dan als je het licht verwerpt? Shipwreck. Schipbreuk. We need to understand the nature of man. Het is heel belangrijk om de natuur van de mens we need to te understand begrijpen. What it means to have a new heart. We moeten begrijpen wat het is om een nieuw hart te hebben. It's not about feelings. Het gaat niet om gevoelens. It's about to have a changed life. Het gaat om een verandering in het leven. New motives, new purpose and new mind. Nieuwe motieven, nieuwe doeleinden en een nieuw verstand. So coming back to our character. Nu komen we terug op ons karakter. How's character changed? Hoe verandert een karakter? So in order to know how I can change my character, what do I need to know? Dus om mijn karakter te veranderen, wat heb ik dan nodig? Wat moet ik dan weten? If I say I want to change my character. Als ik mijn karakter wil veranderen. How do I go about it? Hoe doe ik dat dan? So someone says you need to know the character of Christ. Iemand zegt dan moet je het karakter van Christus kennen. Comparison, information.
compare and contrast. Vergelijken en contrasteren met informatie. First get the info. Increase of knowledge. Eerst informatie tot je nemen. Toename aan kennis. So how about know what to need to change, okay? Interesting answers you give. Weten wat so je moet how veranderen. About you need to know how your character works? Misschien moeten we eerst te weten komen hoe ons karakter werkt. Before you can change your character, you need to know how your character is put together. Voordat we kunnen weten hoe het karakter eruit ziet, moeten we eerst weten hoe het karakter eruit ziet. Hoe And how is het our character put together? En hoe is ons karakter opgebouwd? Experiences, thoughts and feelings. Ervaringen, gedachten, gevoelens. Thoughts and feelings again. Habits. Gewoontes. I'm going with habits. Ik vind habits. Ik vind de gewoontes een goed antwoord. I'm moving our person. Ik verwijder even deze persoon. Ik zet hem even hier neer. So, we need habits. Gewoontes hebben we nodig. Let's read a quote. Laten we een citaat lezen. So it's quote number 3. Citaat nummer 3. Last sentence. Dan de laatste zin. Christ Object Lessons, page 356, paragraph 2. Lessen uit het leven van alle dag, pagina 356.2. Dat is de Engelse editie. 356, paragraaf 2. 356, paragraaf 2. Actions repeated form habits. Habits form character. Zo vormen herhaalde handelingen gewoonten. And by the character, our destiny for time and for eternity is decided. Gewoonten vormen karakter en door het karakter wordt ons lot voor tot tijd en eeuwigheid bepaald. So, another quote. Also, we're just going to read one sentence. Een ander citaat waarvan we ook slechts één zin zullen lezen. It's 11 manuscript releases. Manuscript releases, volume 11. Page 194, paragraph 1. Pagina 194, paragraaf 1. There she adds a little detail. That's why we're reading this. Hier voegt ze nog een detail toe. En dat is waarom we dit lezen. Never forget that thoughts work out actions. Vergeet nooit dat gedachten acties uitwerken. Repeated actions form habits. Herhaalde acties vormen gewoontes. And habits form character. En gewoontes vormen karakter. So let's summarize. Let's bring this to the board. Laten we dit even samenvatten op het bord. How is our character put together? Waaruit is ons karakter opgebouwd? So what comes first? Wat komt er eerst? I know it's difficult. We read those quotes only once. Ik weet dat het moeilijk is, want we hebben deze citaten snel één keer gelezen. Thoughts come first. Gedachten komen eerst. And from thoughts come what? En van gedachten, wat komen er dan? From thoughts come actions. Van gedachten komen acties of handelingen. Dingen die we doen. And then what do I have to do with the actions? En wat dan de handelingen, wat moet ik daarmee doen? Repeated actions. Die moet ik vervolgens herhalen. Form habits. Om gewoontes te vormen. And habits form what? En gewoontes vormen wat? Take this away. And habits form character. En gewoontes vormen het karakter. And your character will decide what? En uw karakter beslist of u wat? Your destiny. Het beslist
uw lot. If you go to heaven. Of u naar de hemel gaat. So your character will decide if you go to heaven or if you have eternal death. Uw karakter beslist when we want to go to heaven, naar de hemel gaat of voor eeuwig zult sterven. It's important that we know what it means to have a new heart. Als u naar de hemel gaat, is het belangrijk om te weten wat het is om een nieuw hart te ontvangen. And a new heart is in connection with character change. En een nieuw hart staat in verbinding met een verandering van karakter. We need to understand how our character is put together. We moeten weten hoe een karakter is opgebouwd. In order that we can start working on ourselves to change it. Voor ons om te weten hoe het te veranderen. And one big understanding about character change is habits. Een van de belangrijke dingen als het gaat om het veranderen van karakter is thoughts, gewoontes. Repeated actions, habits. Gedachten, herhaalde handelingen, gewoontes. They make up our character. Zij vormen ons karakter. I don't know if someone is in the audience who has read the book. Ik weet niet of iemand in het publiek hier dit boek gelezen heeft. The Power of Habit. De kracht van gewoontes. It talks about this part here. Het vertelt over dit deel hier. And in this book they give a... I'm not encouraging anyone that they now have to read that book. Ik zeg niet tegen iedereen dat ze nou per se dit boek moeten lezen. But they give an interesting visual understanding of how habits work. Maar ze geven een goede visuele beschrijving over hoe gewoontes werken. A habit is the following. Dat doen ze als volgt. You have I wrap out the quotes. I think these quotes are very common in the movement and also in Adventism. Het zijn redelijk gangbare citaten. How does a habit work? Voor gebruik. Hoe vormt een gewoonte zich? A habit works that you have a trigger. Een gewoonte werkt als volgt. Je hebt een trigger. So something triggers you. Iets is er dat het begint. Where you want a reward. Omdat je graag een beloning wilt ontvangen. In order to get there, you have a routine. En om daar te komen, heb je een routine nodig. So, during the day, gedurende de dag, our brain makes millions of small little decisions. Onze hersenen maken miljoenen kleine beslissingen. And our brain tends to be very lazy. En onze hersenen hebben de gewoonte om erg lui te zijn. Single one of these little million decisions, we would be very exhausted. En als we die miljoen beslissingen allemaal heel bewust zouden nemen, zouden we ontzettend moe worden. So our brain looks for patterns, repeated actions. Dus onze hersenen zoeken naar patronen, herhaalde acties. Where the brain can switch on autopilot. Waar, zodat uw hersenen op de automatische piloot kunnen werken. And use its strength for some more important things. En je hersenen voor andere belangrijke dingen kunnen gebruiken. And when you have a habit. En zodra je een gewoonte hebt. That is exactly what happened in your brain. Dat is precies wat er dan gebeurt in je hersenen. There is a trigger. Er is een trigger. And your brain will switch to autopilot.
Dan gaat je hersenen gaan in de automatische piloot. Have a routine. Ja, daar komt daar is een routine. And then you get the reward. En dan volgt de beloning. And you are feeling your brain is satisfied. En je hersenen zijn dan bevredigd. So, but what happens now if I have a bad habit? Maar wat gebeurt er als ik een slechte gewoonte heb? I know I need to change my character. Ik weet dat ik mijn karakter moet veranderen. I need to change my character. Moet mijn karakter veranderen. Is equal to. Staat gelijk aan. To what? Aan wat? Change my habits. Het veranderen van mijn gewoontes. So, in order for me to change my habits, what do I need to do? Dus voor mij om mijn gewoontes aan te passen, wat moet ik dan doen? What's the first primary thing what we need to do? Het eerste, belangrijkste, wat we moeten doen. Not the thoughts. Niet de gedachten. If actions, change your actions, write information, understand the trigger, yeah? So I'll make it really simple. Ik zal het eenvoudig If houden. I know I have bad habits. Als ik van mezelf weet dat ik slechte gewoonten heb. And I want to change my bad habit. En ik wil mijn slechte gewoonte aan en veranderen. What or whom do I need to examine? Wie moet ik dan onderzoeken? Not Christ. Niet Christus. Self. Dan moet ik mezelf onderzoeken. I first have to examine myself. Eerst moet ik mezelf beter bekijken. I need to examine my habits. Ik moet mijn gewoontes onder de loep nemen. What are my habits? Wat zijn mijn gewoontes? And then, as said before. En zoals ik al eerder heb gezegd. If I know I have bad habits. En als ik weet dat ik slechte gewoontes heb. Where in this process do I need to watch out for? Waar moet ik dan in dit proces voor uitkijken? Is it the reward? Is het de beloning of de trigger? It's the trigger. Het is de trigger. So, and I know now that I have a bad habit. En nu weet ik heb een slechte gewoonte. And I come into the situation where the trigger of the bad habit is active. En ik kom in een situatie waarvan ik weet dat de trigger van een How slechte do I change gewoonte the habit? Aanwezig is. Hoe verander ik dan de slechte gewoonte? And I know it's a hard question. Ik weet dat het een moeilijke vraag is. Walk away from the trigger. Change the routine. Weglopen van de trigger. De routine veranderen. Change the trigger. Veranderen van de trigger. Stop doing it. How do I stop doing it? Stop ermee. Hoe doe je dat dan? Hoe stop je ermee? Yes, form a new habit. How do I do that? Ja, we moeten een nieuwe gewoonte vormen. Maar hoe doe je dat? So, when I come in a situation where I know I'm triggered for my bad habit. Dus als ik in een situatie ben waarin ik word getriggerd voor mijn slechte gewoonte. I like slow thinking. When I get to the trigger. Wanneer ik bij de trigger kom. I have a split moment. A very short brief moment. Dan heb je een heel kort momentje. Where I can use what? Wat kan ik dan? What tool can I use to change everything? Welke tool, welk gereedschap kan ik dan gebruiken om alles te veranderen? The will. De wil. And what does Ellen White say we need to know?
En wat schrijft Ellen White over wat wij Steps moeten to Christ, weten? Page 47, paragraph 1. Schreden naar Christus. Steps to Christ. 47, paragraph 1. 47, paragraaf 1. So, when we read about the new heart. Toen we het over het nieuwe hart hadden. Ellen White told us that people have the problem. En White vertelde ons daar dat mensen het probleem that hebben. They have these feelings, dat mensen but nothing gevoelens changes hebben. In their life. Maar dat daar vervolgens niks in hun leven verandert. And the same situation she's describing here when it comes to the will. En dat beschrijft ze als het gaat om de wil, beschrijft ze dat op dezelfde manier. Let's read the quote. Laten we het citaat lezen. Quote number 4 in the quotes. Many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? Velen vragen zich af, hoe moet ik mijzelf aan God overgeven? You desire to give yourself to him, but you're weak in moral power, in slavery to doubt and controlled by the habits of your life of sin. U verlangt uzelf aan hem te geven, maar u bent zwak in morele kracht, in slavernij, aan twijfel en beheerst door de gewoonten van uw zondag leven. So every time you get to the trigger. Elke keer als je bij de trigger komt. You're just a slave to the routine. Dan ben je uiteindelijk een slaaf van de routine. And the question is, how do I get out of this? En de vraag is dan, hoe kom je hieruit? You cannot control your thoughts. Je kunt je gedachten niet onder controle your houden. Impulses, your affections. Of uw impulsen, of uw genegenheden. Basically, your lower powers, your lower nature is reigning you. In dat geval zijn het de lagere machten die regeren. Regeren. The knowledge of your broken promises and fortified pledges weakens your confidence in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. De kennis van uw verbroken beloften en verbeurde beloften verzwakt uw vertrouwen in uw eigen oprechtheid en geeft u het gevoel dat God u niet kan aanvaarden. Everyone is, I'm 100% sure that everyone has that in their lives. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dit in zijn leven ervaren. That we are slaves to our habits. Dat we slaven zijn van onze gewoontes. But we see the message is teaching us that we need this changed heart, this changed character. Sorry, the changed character, the new heart. Maar de boodschap leert ons dat we een verandering in karakter nodig hebben, een nieuw hart. But I'm saying that most of us are in this problem. How? Maar de meeste van ons ervaren het probleem, maar hoe dan? I see the message, but how to put it in my life? Ik zie de boodschap, maar hoe breng ik dat in de praktijk? My suggestion is. En ik stel voor. If you're sincere about going to heaven. Als je oprecht en eerlijk bent over not naar de hemel gaan. Not the illusion we had about heaven. Niet geloven in de illusie die we over de hemel hadden. But the present truth, maar de tegenwoordige waarheid. How heaven will be like, over hoe de hemel based zal zijn. On parable methodology, gebaseerd op onderwijs in gelijkenissen. And you still wanna go, en dan wil je, als je dan nog steeds wil gaan. You need to trace these steps and understand each one of them. Dan moet je al die stappen nagaan en je moet ze kunnen en je moet ze begrijpen. A new heart. Een nieuw hart. Not feelings. Geen gevoelens. But higher nature. Maar de hogere natuur. A new mind, new purposes, new motives. Nieuw verstand, nieuwe doeleinden, nieuwe motieven. When you want to receive this new heart, you need a changed character. Wanneer je dit nieuwe hart wilt ontvangen, heb je een verandering in karakter nodig.
You need to change this. Dit moet veranderen. Says new motives. Nieuwe motieven. A new purpose why you want to go to heaven, for example. Nieuwe doeleindes, nieuwe redenen om naar de hemel te gaan. A new way of thinking. Een nieuwe manier van denken. A changed life. Een veranderd leven. But a changed life most of the time comes with a crisis. Maar een verandering in het leven komt meestal met een crisis. And a crisis starts because light was given. En de crisis begint omdat je licht ontving. And two groups develop. En twee groepen ontwikkelen zich dan. Those who accept the light and those who reject. Zij die het licht aannemen en zij die het verwerpen. And what is the sign of the group who's accepting the light? Wat is het teken van hen die het licht aannemen? What's the sign? Wat is het teken? New habits. Close. Nieuwe gewoontes. Ja, je bent dichtbij. A changed life. Een verandering. Veranderd leven. Ellen White says, this is the sign. Ellen White zegt, dit is het teken. So, to go deeper, we need to understand how our characters put together. Dus om dit beter te begrijpen, moeten we weten hoe ons karakter is opgebouwd. The lines tell us we are adults, we're no longer children. De lijnen laten ons zien, vertellen ons dat we volwassenen zijn. We zijn geen kinderen meer. We should not be just able to quote Ellen White. We moeten niet alleen in staat zijn Ellen White te citeren. We should be able to tell people and teach them. Maar we zouden ook in staat moeten zijn om mensen te leren. How they can put this into their practical life. Hoe dit in hun leven in praktijk te brengen. As Elder Parminder has said it in the past. En zoals ouderling Parminder het in het verleden wel eens heeft gezegd. It is like a dead letter. Het is als een dode brief. The Bible or the Ellen White is like a dead letter. Ellen White of de Bijbel kan een dode brief zijn. If we don't act upon these things. Als we daar niet als we het niet in de praktijk brengen. That's what the Seventh-day Adventist Church does. Dat is wat de Zevende Dag Adventisten doen. The quotes we read tonight are nothing new, they're common in Adventism. De citaten die we vandaag lazen zijn niet nieuw. Ze zijn gewoon en algemeen bekend in de Adventkerk. But there seems to be missing that sign. Maar dit teken lijkt te missen. And it's this movement. En het is deze beweging. Who is Ephesus. Die benadrukt. This movement who is Ephesus. Deze beweging die Efeze is. Who's closing that gap? Deze beweging is degene die dat gat kleiner maakt. Where you have the quotes here and your life here. Dus je hebt de citaten hier aan de ene kant en het leven aan uw praktijk in het leven aan de andere kant. And you have the quotes here and your life you have here. De citaten aan de ene kant. And when both of these come together, what do we call this? En als deze twee samenkomen, hoe noemen we dat dan? What does Ellen White call it? Hoe noemt Ellen White het? When we start to live what we preach. Als we beginnen te leven wat we verkondigen. Divinity and humanity combined. That's the one thing I was thinking about. Dat de goddelijkheid en de menselijkheid gecombineerd worden. Thank you. The living testimony. Een levend getuigenis zijn we dan. Ellen White says the living testimony will be revived. Dan Ellen White zegt dat het levend getuigenis zal. It's when we have this. Zal gezien worden.
And in order to have this, we need to understand the habits. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we begrijpen hoe gewoontes werken. En als we onze gewoontes willen begrijpen, we need to self-analyze. Dan moeten we onszelf kunnen onderzoeken. We need to understand this process. Dan moeten we dit proces begrijpen. Find the triggers of our bad habits in our life. Dan moeten we de triggers of van onze slechte gewoontes in ons leven kunnen vinden. And then we need to apply what Ellen White tells you in Steps to Christ. En dan moeten we gaan naar Steps to Christ van Ellen White en zien wat ze daar schrijft. What you need to understand, that's back in the quote, what you need to understand is the true force of the will. Terug in het citaat staat, wat u moet begrijpen is de ware kracht van de wil. This is the governing power in the nature of man. Dit is de regerende kracht in de natuur van de mens. The power of decision or of choice. De kracht van de beslissing of van de keuze. Everything depends on the right action of the will. Alles hangt af van de juiste actie van de wil. The power of choice God has given to man. De macht om te kiezen heeft God aan de mensen gegeven. It's theirs to exercise. Het is aan hen om die uit te oefenen. And a bold sentence in the next paragraph. Een vetgedrukte in de volgende paragraaf. Through the right exercise of the will, an entire change may be made in your life. Door de juiste uitoefening van de wil kan er een hele verandering in je leven komen. So what is essential? Dus wat is er heel erg belangrijk? Essentieel. Will. De wil. The will or power of choice. Of de kracht, de macht van de keuze. So if we want to have a new heart. Als u een nieuw and hart we want wilt, to have this change of character. Je wil een verandering van karakter. It's not enough to just read the quotes. Dan is het niet genoeg om slechts de citaten te lezen. And pray long. En lang te bidden. We have to get familiar with our nature. We moeten bekend worden met onze eigen natuur. How is our character put together? Hoe is ons karakter opgebouwd? Self-analyzing. Zelfonderzoek. What are the triggers to my bad habits? Wat zijn de triggers van mijn slechte gewoontes? And then the secret is. En dan het geheim is. To use the will, your will. Om dan uw wil te gebruiken. To change those habits. Om die gewoontes te veranderen. To change the routine. Om de routine te veranderen. I'm not an expert on the subject of will. Ik ben helemaal geen expert als het om het onderwerp van de wil gaat. But I'm coming to understand that we haven't spent enough time to understand how our will works. Maar wat ik wel begrijp is dat we er niet voldoende tijd aan hebben besteed om na te gaan hoe onze wil precies werkt. Because I find if the will is the turning point for us to change our life. Want zoals ik het zie is de wil het keerpunt in een verandering van het leven. Myself, how much do we know about the will? Dan vraag ik mezelf af, hoeveel weten we eigenlijk van de wil? How much do we know about the will, how it works, where it lays? Can we influence it? Waar ligt het precies? Kunnen we het beïnvloeden? Hoe werkt het precies? And the interesting is that there is a book about the will. And it's in our generation. Het interessante is dat er is een boek geschreven over de wil. There's new knowledge about how willpower works.
in onze, deze generatie waarin wij leven, over hoe so de in kracht our van de wil generation, werkt. we In don't onze have generatie to just read a quote. Hoeven we niet enkel een citaat te lezen. And see, okay, I need to understand the will. En waarin we dan lezen dat we de wil But beter moeten begrijpen. But we can actually go into science and understand how our will works. Maar we kunnen ook gewoon de wetenschap lezen en begrijpen die uitlegt hoe de wil precies werkt. My class is not upon the will. Mijn presentatie gaat niet over de wil. But I'm just giving one example. Maar ik geef één voorbeeld. Did you know that you have a set amount of willpower? Wist u dat u een bepaalde hoeveelheid aan And wilkracht with every decision heeft? You make during your day, met elke beslissing die je maakt gedurende de dag, that your willpower is depleted. It becomes less and less. En je wilskracht wordt steeds kleiner en kleiner. Or another example. Een ander voorbeeld. If you don't have breakfast in the morning, als je in de ochtend geen ontbijt hebt gehad, your brain doesn't have enough sugar, dan hebben je hersenen niet voldoende suiker, so that your willpower can work in its full capacity. Zodat je wilskracht in zijn volle kracht kan werken. And what can result? En dat kan dan weer resulteren in. Is decision fatigue. Thank you. In gebrek so, aan van gebrek stress, in beslissingen. For example, stress bijvoorbeeld. If you're a very stressed person, you're more likely to deplete your willpower. Als je een gestrest persoon bent, dan is het mogelijk. If we know these little things. Is het mogelijk dat we onze wilskracht snel verliezen? How much of a useful help can these be to us? Als we weten hoe dat werkt, wat kunnen dan in deze order kleine to exercise willpower correctly, dan kunnen deze kleine dingen ons helpen om onze wilskracht in order to when we come to this point of this trigger goed te gebruiken. Zeker als we het over de trigger gaan in hebben. In a small split of a moment. In een klein moment, in een split seconde. That we choose differently. Dat we dan anders kiezen. And that we start changing our habits. Dat we onze gewoontes veranderen. So let me draw the last step. Laat me de laatste stap uittekenen. Put this a little bit back again. Deze persoon even opschuiven. So what does our person need to understand? Wat moet deze persoon? What subject is key for us? Beter begrijpen. Welk onderwerp? What we need to understand as persons. What study? Welke studie? We have the will here, and the will is part of what study? Het onderwerp van de will, welke studie? The nature of man. Is dat het onderdeel van de natuur van de mens? De studie, de natuur van de mens. Nature of man. So we have the nature of man. De natuur van de mens. Who helps us to understand or brings us to this point where we understand that we see the importance of the will. En dat helpt ons om het belang van de wil te zien. The will is key in order to change our habits. En de wil heeft een sleutelfactor in het veranderingen van in het veranderen van onze gewoontes. We need to understand how habits work. We moeten weten hoe gewoontes werken. And how our character is influenced. En hoe ons karakter wordt beïnvloed. In order to know, or in order to have a different character. To get to have a different character. Excuse me. Om een ander karakter te krijgen. In order to have this new heart. Om een nieuw hart te ontvangen.
when you have this new heart, als we dit nieuwe hart hebben, and you're spotless, en je bent zonder vlek, God will give you what? Wat zal God je dan geven? When you cannot be moved anymore, als je niet meer, when you're settled into truth, als je verankerd bent in de waarheid, what do you receive? Wat ontvang je dan? Forehead of in, the seal of God. Het zegel van God. So in here we have the seal. Hier staat het zegel. We summarize and then we close. We vatten nog even samen en dan sluiten we af. The lines teach us, or parable methodology teaches us how heaven will be like. De lijnen laten ons zien hoe de hemel eruit ziet. As God's people, we desire to go to heaven. Als het volk van God besloten wij dat But we naar de hemel wilden. How often do we fail to put this desire into practice? Maar heel vaak falen we in dit in de praktijk te brengen. But there is a special need for the Church of Ephesus. Er is een speciale voor de kerk van Efeze is er iets speciaals. That we understand and can live up to that expectation. Dat wij dit beter kunnen begrijpen en er dus ook vervolgens beter naar kunnen leven. That we not just preach. Dat we niet alleen but that we also live. Maar dat we er ook naar leven. That we are a living testimony. Dat we een levend getuigenis zijn. That's the best witness we can give to the Levites and Nethinims. Dat is het beste getuigenis wat we kunnen geven aan de Levieten en aan de We need Nethinims. A new heart. We hebben een nieuw hart nodig. The new heart is new, a new mind, new purposes and new motives. Een nieuw hart betekent dat we een nieuw verstand hebben, nieuwe doeleinden en nieuwe motieven. It's a change of character. Dat is een verandering van karakter. The sign thereof is a changed life. Het teken is een veranderd leven. But that means we need to change our habits. Maar dat betekent dat we onze gewoontes moeten aanpassen. We need to self-analyze. We moeten onszelf onderzoeken. And we need to get to know our willpower. En we moeten onze wilskracht. And the start of this journey was the study of the nature of man. En dit begon allemaal met de studie naar de natuur van de mens. And I think this what we just did is essential. En ik denk dat wat we nu gedaan hebben, dat essentieel is. Useful tools to bring the message into your practical life. Bruikbare tools om de boodschap in praktijk te brengen in je eigen leven. But all of this would be nothing. Maar dit alles zou waardeloos zijn. If we don't have what? Als we iets niet hebben. What question is open? Welke vraag staat nog open? What is not clarified? Wat hebben we nog niet besproken? What are you supposed to change into? Waarin moeten we ons veranderen? Waarnaar moeten we ons veranderen? We're talking about character change. We praten over verandering van karakter. We talk about how important it is. We praten erover hoe belangrijk het is. We're talking about the tools how to do it. We hebben het erover hoe we het moeten doen. But we don't talk about what should our character look like. Maar we praten niet over hoe ons karakter eruit moet zien. How do I know to change into what? En hoe weet ik naar wat ik moet veranderen? And that's part two for tomorrow. Dat wordt deel 2. Dat wordt gaan we morgen bespreken. So today we talked about how. Vandaag spraken we over hoe. And tomorrow we'll talk about into what? How to change into what? En morgen hebben we het over
waar we in And moeten I'm just veranderen. Addressing the chat. Ik zal kort reageren op de chat. To say that we change into Christ-likeness or character. Om te zeggen dat we veranderen naar het gelijkenis van Christus. Is too easy and simple. Is te eenvoudig en te simpel. As members of this movement, we should have a broader explanation. Als priesters in deze beweging moeten we een betere, een bredere uitleg hebben van Let's dat begrip. With a word of prayer. Laten we met gebed eindigen. Dear Lord. Lieve God. Thank you that we can gather here together across the world. Dank u dat we zo verzameld over de hele wereld kunnen samenkomen. And that we can review how you have led us. En dat u laat zien hoe u ons heeft geleid. Lord, we thank you that you've been with this movement at every step. We danken u, Heer, dat u bij deze beweging bent geweest in alle stappen. And that at every step there was perfectness. En dat er elke stap dat het perfect was. As we have still these moments of hiding. We bevinden ons nog steeds the last moments of preparations. In de laatste momenten van dat we verborgen zijn, we voordat ask we that naar buiten gaan. Everyone will take a special effort to put these truths into their practical life. We bidden, Heer, dat het voor ons mogelijk wordt om deze praktische dingen in ons leven in praktijk te brengen. We thank you for that. We danken u daarvoor. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.